Laatste drie wedstrijden pakte Jong AZ 5 punten. 1 keer winst en 2 keer gelijk. Dit is Helmer, een van de talentvolle spelers uit de opleiding van AZ. En de eerste kans is ook voor de thuisploeg. Des Kunst voor het eerst in de basis in Jong AZ. Vanaf links spelen dus. In Eindhoven werd het 3-1. Toen scoorde Romero 2 keer en Ramselaar. Die zijn er nu niet bij. Wel Mauro Junior. En Dante Rigo uit de A-selectie van Mark van Bommel. Dit was de mogelijkheid voor Mauro Junior. Want Jong PSV mist nogal wat mensen vanavond. Onder andere Van der Meulhof, Pirou, Katic en Abu Gal zijn er niet bij. Vanwege verplichtingen met Jong Oranje. Helmer. Ha, heerlijke actie. Goeie aanval weer van Jong AZ. En de redding is er van Rulo. Dat ziet ook Van der Brom. En we zagen ook nog Wietje op de tribune zitten. Van der Brom, volgend seizoen trainer van Utrecht natuurlijk. En zijn assistent is de huidige trainer van Jong PSV, Dennis Haar. En weer de mogelijkheid voor AZ. Michaili. Het is een hoekschop. En zo is Jong AZ beter dan de belofteploeg van PSV. Dit is dus Dennis Haar, volgend seizoen weer werkzaam met John van der Brom. Natuurlijk ook oud-trainer van AZ. Het is een aardig driehoekje. Klein half uurtje onderweg met weer de mogelijkheid voor Jong AZ en de redding van Rulo. Des Kunst met zijn tweede mogelijkheid in de wedstrijd. Vorig seizoen won Jong AZ trouwens 2 keer met 2-1 van Jong PSV. Teunissen goed ingespeeld. Goed vrijgedraaid door Mauro Junior. De grootste mogelijkheid tot dusver in de wedstrijd voor Jong PSV op naam van de Braziliaan Mauro Junior. Het waait hard in Weidewormer, dat komt het voetbal eigenlijk niet ten goede. Weggewerkt door Verret, de aanvoerder. Opgevangen door Goudmijn. Een van de talentvolle spelers trouwens. Kenzo Goudmijn. Is wel een van de grootste talenten op de Nederlandse voetbalvelden. Dit is weer aardig gespeeld door Jong AZ. Jamie Jacobs. Kunst. Goudmijn. Kunst. Kunst. En zo wil het vlak voor rust, maar niet vlotten met Jong AZ. Het speelt goed voetbal, alleen de eindpaas is nog niet je van het. En daardoor staat het nog steeds 0-0. Michailik. Er zijn weer heel wat mensen in de 16 en Rulo, de doelman, met een makkelijke prooi. De inzet was van Helmer. Goudmijn, Bergsma. Vorig seizoen nog kampioen geworden van de eerste divisie met Jong Ajax. Nu dus achterop bij AZ. Dit is een heerlijke steekbal. Dit is een hele goede aanval. En Duin had hem eigenlijk moeten maken. De grootste kans voor Jong AZ na een klein uur spelen. Maar het blijft dus 0-0. En ruimte dus voor PSV om te voetballen op het middenveld. We kunnen heel wat spelers oversteken. Dit is Daneels. Draait goed naar binnen. Daneels. Dit is ook geen onaardige aanval trouwens. Bij winst staat PSV 4e in de keukenkampioen divisie. Maar ja, dat ziet er vooralsnog niet naar dat Jong PSV deze wedstrijd gaat winnen. Want AZ is beter. En heeft ook pech. Hij heeft vooral pech, Michailik. Dan wordt er links en rechts wat gewisseld. Mauro Junior is er nog steeds bij. En dit draait goed bij Jong PSV. En zo lijkt het wel wat. Dan zijn er weinig uitgespeelde kansen. En staat het nog steeds 0-0 in de slotfase. En krijgt dit duel dan nog een winnaar. Verret. De Belg Verret en de aanvoerder. De redding is er van Rodi de Boer. Lange tijd geblesseerd geweest, Rodi de Boer. En sinds kort weer op het doel bij Jong AZ. Een van de talentvolle doelmannen. We zitten dan inmiddels in de slotfase. In de absolute slotfase. Met het balbezit voor PSV, Wallenburg. Mauro Junior met de voorzet. Komt hij daaraan? Nee. Het is Lonwijk in de ploeg gekomen met de grootste mogelijkheid voor PSV in de slotfase. Het blijft 0-0 en daar mogen beide ploegen tevreden mee zijn.
ook op die wedstrijd.